Toen ik een jaar of 18 was en voor het eerst hier over de grachten liep tijdens een Pride, toen dacht ik, moet dit nou? Is dit nou nodig? Maar ik zag iets in de mensen wat vrolijk, opgewekt en vooral goed was. Dat het ook echt nodig was, daar kwam ik pas vele jaren later achter toen ik de film Milk zag over Harvey Milk. En geïnspireerd daarop de documentaire Strijders voor de Liefde maakte. Moet je echt sterk in je schoenen staan. Batman, sissy boy. If you're homosexual, it's a no-no. If they get you now, you are entitled to go to prison for 5 years. Now. You. In zoveel landen mag je nog niet zijn wie je werkelijk bent. Mag je nog niet houden van wie je werkelijk wilt houden. Er moet nog zoveel gebeuren. Juist nu is het nodig om een Pride te vieren. Vorig jaar maakten we het Europe Pride concert op de Dam. Prachtige gebeurtenis. Maar ik zag ook extra beveiliging, extra dranghekken. Maar ik zag ook heel veel mensen van allerlei verschillende culturen, achtergronden, religies, die samenkwamen en samen komen om de liefde te vieren. Om te staan voor gelijkheid. Dat je mag zijn wie je bent, dat je respect daarvoor hebt en dat je mag houden van wie je wilt houden. De Cannes Pride vorig jaar was voor mij onvergetelijk. Nog nooit heb ik zoveel liefde, saamhorigheid en verbintenis gevoeld als op dat moment. Nog nooit waren we zo blij dat we in vrijheid de liefde konden vieren. Ik wil je uitnodigen om ook dat te doen. Bijvoorbeeld in Amsterdam tijdens de Pride. Want this is my pride, this is your pride and this is our pride. Happy Pride season. Heel veel plezier. Lies van Amsterdam.